Op de Waalsdorpervlakte zijn meer dan 250 mensen omgebracht. Op deze plek geen toespraken, geen protocol. Iedereen herdenkt op zijn eigen manier. Zo is dat na de oorlog ontstaan. En zo gebeurt het nog steeds. Het gedenken blijft. Er zijn veel jonge mensen aanwezig die zelf geen oorlog hebben meegemaakt, maar wel bij het verleden willen stilstaan. De 11-jarige Jitske Smit bijvoorbeeld. Haar overgrootouders zaten in een jappenkamp in Nederlands-Indië. Je familie heeft dat dan meegemaakt en dan ga je dus bedenken hoe dat er zou uitgezien hebben. En dan, ja, dan word je soms een beetje... Ja, gewoon niet dat je helemaal gaat huilen, maar gewoon een beetje somber. Morgen op 5 mei viert Nederland de vrijheid met festivals in elke provincie.